welkom bij weer een nieuwe vlog. Nee, ik heb geen mayonaise aan mijn lip hangen. Maar ik denk dat ik een koortsblaar aan het krijgen ben. Of een pukkel, toch alleszins. En ik heb schrik dat het een koortsblaar wordt. Zeg. Nee, joh. En dus ik heb zalf voor de koorts, anti-koortsblaar. Wij hebben lekker ontbeten. Het is zondagochtend. Sam is naar de winkel geweest deze morgen. Kei lief. En nu gaan wij wandelen hier in de streek. Ja, in de regio. Gewoon hier op Loks. Ja. En we gaan geocachen. Gaan we dat doen? Ja. Eerste keer? Ja. Oké. Okay. Nee, ik ben kei benieuwd. Moet je wel iets mee pakken of zo? Een pen, denk ik. Een pen? Ja, nee. Oké, okay, ik heb moeten we niet pen. Soms iets invullen of zo? Ja, dat kan. We hebben zo'n geocache app. Jolien en Jano hebben ons dat uitgelegd. En hier in Rungst is blijkbaar zo wel een hele toffe geocache route. Dus als we dan toch aan het wandelen zijn, is dat wel leuk om zo dingetjes te vinden. Ja, ik weet niet om mee bezig te zijn, hè? Ja. Oké. We gaan het doen. We gaan het proberen. Vind je iets? Ik ook niet, Zalle. Ik vind het hier al goed. Ik vind het hier al goed, hè. Dit is een stukje oud ijzer. Die zou je eigenlijk moeten zien. Het begint al goed, hè. Eerst hebben we nog niet gevonden. Nee. Dus we gaan kijken naar de volgende, als we daar wel iets vinden. We gaan kijken, maar ik las ook wel bij de eerste, zeiden wel veel mensen dat het wel moeilijk was. En dat de hint eigenlijk geen goede hint was. Misleidend was. Dus ja, we hebben het niet gevonden. Maar we gaan op naar de volgende. Hè. Zijn er niet zo goed in, hè? Want de tweede is ook al mislukt. Maar de derde gaan we vinden, hè? Sowieso. Oh, ik hoop het, hè. Ik hoop het ook. Come on, hè. Come on. Zoek hem. Ik vind alleen maar afval. De tip is klim op, hè. Ja. Klim op. Heb je hem? Ik heb hem. Denk ik ook. Ja, amai, die is klein. Ik gok dat het dit is, hè. Nee? Oh, ja. Oh my god, dat is klein. Mee. Ja, dit is het. Ik heb het, hoor. Eindelijk, derde keer, goeie yes. keer. Kom, we gaan dat invullen. Zo ziet het eruit. Ik heb dat losgedraaid. Dat oh ja, hoe goed is dat? Mijn kijk hier. Goed job, baby. Ik weet echt wel niet wat dat we daar moeten opschrijven. Ah, gewoon TS en de datum of zo. Ja, maar is dat goed voor. God! Goed zo, schatje. Heb je de vierde gevonden? Ik denk het. Allee, onze tweede. Maar het is een vogelhuisje. Dus... Het is in een fysieke box. Ah, maar... Dat is dichtgestopt. Dat is dichtgestopt. Haha, dat gaat het zijn, hè. Maar je moet dat open doen, hè. Ja, ja, dat weet ik. Ik weet alleen niet. Ja, haalt heel dat ding ervan af. Oeh, mag... Ja, het is een geocache. Mag je dat niet of zo? Ja. Oh. Oké, goed, schatje. Je hebt al de tweede gevonden. We gaan er iets opschrijven. We hebben er vier gedaan, waarvan we er twee hebben gevonden. En nu gaan we nog eens terug naar de eerste, aan het kasteeltje. Om die nog eens te zoeken. Dus ik hoop dat we die... dat eruit ziet en zo. Ja, maar ja, het ziet er eigenlijk... ziet er eigenlijk wel altijd anders uit, hè. Want de eerste die we vonden was in zo'n zwart sleutelhangerke precies. En de tweede die we vonden was een vogelhuisje. Dus ja, maar ik ben heel benieuwd als we die gaan vinden. We zijn terug bij het kasteeltje in Rungst. En Sam is nu aan het zoeken. Maar nu hebben we dus ook door dat we met die GPS echt goed moeten kijken waar dat het precies is. Want daarstraks waren we daarachter aan het kasteeltje aan het kijken, maar het moet hier ergens zijn. We hebben het. Ik heb het weer gevonden. Man.
Ja. Sorry. Ik liet Sam zoeken en een vriendelijke man op straat heeft ons geholpen. Die zei, kijk eens onder de struiken. Maar ik denk dat het inderdaad niet zit waar dat het moest zitten. Ik denk dat het hier in de oud ijzer moest zitten. Ja. Oké, we gaan onze naam schrijven. Is dat in de groep? Sorry. Oké, we hebben de eerste die we zijn gaan bekijken ook gevonden. En nu hebben we er 3 van de 4 gevonden. Ik wou ook naar de tweede terug gaan, maar Sam is moe. Nee, Sam is het heet, maar het is ook wel echt enorm heet. Dus we gaan naar huis. Iets eten en misschien, ik zie dat de buurtbar open is, misschien gaan we daar eens checken. We shall see. We're back en de keukenprinses is eten aan het maken. Ziet er maar eens. Ik heb wel soep opgezet. Uit een pak. Is wel warm. Zeg! Ja, oké, uit een pak. Maar wel uit een vers pak van de Albert Heijn, hè? Dus dat is toch allemaal vers? Dat is geen pakje. God. Doe ik iets? Nou, dat is niet. En Sam gaat veggie gyros maken met rijst en groentjes. Het is ondertussen 10:30, 10:45. Ik heb niks meer gevlogd. Mijn gezicht ziet er afschuwelijk uit. Echt donkere kringen onder mijn ogen. Pukkels. Ik denk niet dat het een koortsbaar is, maar mijn pukkel hier is nog steeds aanwezig, maar het voelt niet echt goed. Sam is namiddag naar de voetbal gegaan in Genk en dan iets gaan eten, denk ik, met zijn papa. En dan nog iets gaan drinken, Ipanema. Dus I was all by myself en ik heb film gekeken. Ik heb 50 Shades Darker gekeken en 50 Shades Freed, of hoe noemt die? Gekeken, die had ik allebei nog niet gezien. De eerste heb ik gekeken 5 jaar geleden of zo. Of toen die uitkwam, ik weet niet wanneer dat was. En dan heb ik nog tv gekeken, serie gekeken. Ik wou wachten tot Sam thuis was, maar ik ben echt stikkapot. Ze zei dat hij rond 10 uur thuis ging zijn. Maar het is 10:40, dus ik ga gewoon slapen, want ik kan niet meer. Dus ik ga slapen. Hopelijk vonden jullie het vandaag een leuke vlog. Doe dan zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen.